Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan we snel terug naar de Bostonius, want we moeten namelijk sleutels gaan zoeken. Sleutels die behoren tot de legende van de Azran en waar we waarschijnlijk iets kunnen ontdekken als we alle sleutels hebben. En de sleutels die zien eruit als eieren, hebben we de vorige aflevering geleerd. Hey, u daar, bent u niet Professor Layton? Ja, dat klopt. Goh, nooit gedacht dat ik notabene in dit gat de beroemde professor Layton zou ontmoeten. McIntosh, aangenaam. Oeh, zijn naam komt me wel bekend voor. Dat u hier bent geeft aan dat ik niet ver van mijn doel ben. Want ik durf te wedden dat u de geheimen in Sirenemeer komt onderzoeken, nietwaar? Geheimen? Ik geloof niet dat ik u helemaal begrijp wat u bedoelt. Aha, u hoeft zich niet van de domme te houden, professor. We zijn allebei wel bekend met een zekere oeroude beschaving. Sterker nog, ik denk dat u mijn nieuwe artikel hierover erg interessant zult vinden. Ik ga het binnenkort presenteren op een conferentie. Goed dan, ik hou u niet langer op. We hebben allerlei onderzoek gedaan. Te doen. Excuus. Ah, jij bent het. Ik dacht dat ik je op het water zag lopen, dat die bullebakken je achterna zaten. Ik heb vast gedroomd of zo. Blij dat je in orde bent. Heel blij. Dank u voor uw hulp. Geen probleem. Kon een dame niet alleen laten met die brute. U zorgt er verder voor haar, neem ik aan. Jazeker, we laten haar niks overkomen. Oké. Let's go. Misschien kunnen we hier wat eten krijgen van deze meneer. Salmfilet. Oh, daar. Zeg, is dat niet het meisje waar iedereen naar op zoek is? Ja, maar we zouden het op prijs stellen als er niemand vertelt dat we haar gevonden hebben. Iedereen opgepast, daar komt de stel Tarzanboeven aan. Oh nee, wat doen we nou? Ze mogen Aurora niet vinden. Het is te laat om weg te rennen. We zouden nooit ver genoeg komen. We moeten een schuilplaats vinden voor Aurora. Misschien kan iemand hier ons helpen. Waar kijken jullie naar? Die mannen in sombere uniformen, die stonden allemaal uit dat absoluut niet onheilspellende luchtschip. Oké. Ik vind het maar een stelletje vreemde vogels. Meneer, deze mannen zijn levensgevaarlijk. We moeten dit meisje dringend voor hem verbergen. Kunt u ons helpen? Dat is een lastige. Ze zou zich achter die kratten met aas kunnen wegsteken als ze de lucht kan uitstaan. Aha, dat is perfect. Dank u zeer. U bewijst ons een grote dienst. Ach, geen probleem. Ik kan jullie moeilijk aan de haaien voeren, toch? Oké. Oh, hier. We hebben geen tijd te verliezen. Aurora, je moet je achter die kratten schuilen. Goed. Oh, zou ze daar zitten? Oké. Oeh, daar hebben we de Tarzan Boofies. Hallo Boofies met Tarzan erop. Ik heb er genoeg van. We zitten dit minuscule dorp al 5 keer doorzocht en er is nog steeds geen spoor van dat kind. Ze is vast al uren geleden vertrokken en wij blijven maar rondrennen als 2 kippen zonder kop. Spreek voor jezelf, Kivit. Kom op, verman jezelf. We moeten gewoon nog beter zoeken. Ze moet hier ergens zijn. Ik zweer het je, ze... Goedendag, heren. We treffen elkaar weer. Aha, jij bent het. Goede man. Mijn naam is Herschel Layton. Ik ben professor in de archeologie in Londen. Ik neem me niet kwalijk, maar ik ving zojuist jullie gesprek op. Klopt dat jullie het meisje nog niet gevonden hebben? Wacht eens een momentje. Je houdt niemand voor de gek hoor. Je probeert informatie los te krijgen. Dat betekent dat jij haar ook nog niet gevonden hebt. Dat is te zeggen. Ik weet niet hoeveel ik jullie kan vertellen. Ik weet wel dat ze niet in die vissershut verderop zit. We hebben wat hulp gehad van de dorpelingen, maar tot nu toe zonder succes. Wacht, zei je vissershut? Ligt daar geen heuvel achter? Is dat zo? Ja, je gezicht speelt boekdelen, makker. Daar heb je nog niet gekeken, hè? Natuurlijk wel. Sufferts, veel succes met het vinden van het meisje voordat wij het doen.
Hela, Kievit, wacht even. We weten niet eens zeker of ze... Kievit! Luister eens jullie. De volgende keer dat jullie ons in de weg lopen, zijn we niet zo aardig en beleefd meer. Gesnopie! Dat was een goed stukje acteerwerk van onze meneer Leighton. Ik heb trouwens een lekker kleedje omgedaan, dan weten jullie dat alvast. Zo'n dag is het vandaag. Gossie, ze leken zo blij dat ze eindelijk een spoor hadden. Wauw, dat was echt een mooie voorstelling. U was echt een overtuigende, verstrooide professor. Haha, dank je Luke. Goed, we moeten niet blijven dralen. Laten we Aurora naar de Bostonius brengen. Professor, het station zit vol Targent-agenten. Hoe komen we daar langs? Je hebt gelijk, Luke. We kunnen niet dezelfde weg terugnemen. We moeten een andere route vinden. Jullie kunnen dat paadje langs het meer nemen. Daar staan alleen huizen, dus daar is het vrij rustig. Goed advies. We nemen het paadje. Nogmaals dank voor uw hulp, meneer. Kijk. Een nieuw stukje. Oeh. Cute. Oh, nu is hij gone. De schildparing is gone. Kijk. Hey, een puzzel bij Gloria. Is dit... Oh nee, Sonja was dit. Nogmaals hallo, bezoekers van het nederige Lekkerberg. En wie is die jonge, deze jonge persoon? Is zij een vriendin van jullie? Waarom lacht u? Een dame moet altijd een goed humeur laten zien, lieverd. Een puzzel op, en puzzels oplossen. Dat hoort allemaal bij een goede opvoeding. Jij daar, begeleid deze jonge dame. Toon ons je puzzelvaardigheden, alsjeblieft. Wacht even, ik... We gaan puzzelvaardigheden laten zien. Een betegelde hond. Ah, ja, dit ken ik wel. Je hebt een verzameling tegeltjes van 2x2 vakjes en je wilt ze gebruiken om de hond op de bovenste scherm na te maken. Je kunt de tegels in het rooster van 7x7 vakjes plaatsen om de hond in kwestie te maken. Oh, dat is een vraag. Let erop dat het rooster 4 vakjes heeft waar geen tegels geplaatst mogen worden. Oké, duidelijk. Dan gaan wij die even veranderen om voor jullie te zien wat ik doe. Zo. Ik denk dat die sowieso hier moet. Dan die bruine eroverheen. En dan die witte eroverheen. Dan denk ik dat deze hier moet. Dat we met deze die kunnen maken. Doe hier wit en wit. Doe hier een bruine. Doe hier een witte. Oh wacht. We kunnen beter hier eerst een witte doen. Dan hier een bruine. En dan hier weer een witte. Dan hier een bruine. Even kijken. Zo. Daar is hem. Kabooming! Oké, daar gaat hij dan. Nice. Lekker hoor. Joepie! Joepie! Nice. Oh, heel goed gedaan, jongeheer. Je lijkt meer dan in staat tot het beschermen van deze jonge dame. Jonge dame. En jij, lieverd, zou je wat meer je best moeten doen om werelds te worden. Oké, zoals ik zelf. Je kunt beginnen met een glimlachje. En dan, als je geen bezwaar tegen hebt, vertrek je aanstonds. Oké, vertrek ik aanstonds. Oké, aju. Vaarwel voor nu. We zullen alvast nog tegenkomen, wat denken jullie? Oh, stop. Er staan nog meer van die boeven vlak om de hoek. Ze zijn erg vasthoudend. Het lijkt erop dat Target overal in het dorp mannen heeft staan. Geen enkele weg is veilig. We zullen een andere route naar het schip moeten vinden. Maar professor, we hebben al
een andere route genomen. Waar kunnen we nu verder nog heen? Kalm aan, Luke. Laten we eens even rondkijken. Ah, kijk, dan moeten we die boot hebben, denk ik. En die staat eerst aan mevrouw. Neem me niet kwalijk, mevrouw. Kunnen we u een moment storen? Daria heet ze, oké. Oh, een echte heer. Wacht even. Juist. Wat is uw naam en nummer? Wat? Waarom? Ah, vergeet me. Mag der gewone. Ziet u? Daria Kolum. Correspondent voor de Wereldcourant. Waarmee kan ik u helpen? We moeten die steiger daar bereiken zonder te worden gezien. Weet u een weg die ons niet door de straten leidt? Dat is wel erg verdacht, maar ik kan zien dat u haast heeft. Dus ik zal maar buiten houden, voor nu tenminste. Dit ligt misschien erg voor de hand, maar heeft u al aan een boot gedacht? Staat tenslotte op een steiger. Oh ja, dat is even geluk hebben zeg. Dan is dat opgelost. Ik licht de vissers wel in over de boot. Een geval van uiterste nood, zou ik zeggen. We staan bij u in het krijt, mevrouw. Wat een lieve mevrouw. Goed, we hebben nu een manier om bij de steiger aan de overkant te komen. Maar duurt de roeien niet veel te lang, we worden vast gezien. Gelukkig heb ik een veel snellere manier gevonden om de mannen van Tarjan te ontwijken. Vooruit. Weer een puzzeltje. Puzzel 20. Van boot naar boot. Ah, zo'n soort spelletje ken ik. Schurken in uniform speuren heel lekker weg af. Als onze helden snel genoeg van de ene naar de andere boot kunnen springen, kunnen ze misschien zonder gezien te worden aan de overkant komen. Elke boot vaart in een bepaalde richting en met een bepaalde snelheid. Rode boten varen 1 vakje per beurt, blauwe boten 2 en paarse 3 en oranje 4. Let op, de groep kan alleen op de boten springen die vlak naast hen liggen, anders halen ze een nat pak. Oké, nou dan gaan we... Weer even naar dit scherm voor jullie. Ja, dan gaan we wel naar rood. Oh, dat kan niet. Oké, ik dacht misschien kom je aan deze kant er dan weer uit. Zo. Ah, we moeten dus niet op rood. Opnieuw, oké, dan moeten we dus op blauw en dan moeten we met blauw nog eentje verplaatsen. Ah, dan komen ze nog een keer. Kijk, dit is de bedoeling, oké. Nu kunnen we naar rood. Nu kunnen we naar blauw. Nu kunnen we naar geel. We moeten nog niet naar geel. Kijk, nu moeten we naar geel. Nu moeten we naar paars. Hier moeten we naar paars, oké. Naar blauw. We komen er wel. We zijn er, yeah! Even kijken of dit juist is. Goed gedaan, nice. Uitmuntend, al zeg ik het zelf. Hoera, het is ons gelukt en die Tarjan-boeven weten van niks. Poeh, dat was doodeng. Gelukkig hebben we de steiger bereikt zonder dat er iemand in het water viel. Ik zal blij zijn als we weer terug in de Bostonius zijn. Wat is een Bostonius? Oh shit, nu heb ik het doorgeklikt, maar het is een luchtschip. Kom, we gaan aan boord van de Bostonius voordat Tarjan opduikt. Ah, professor Layton. Wat een opluchting om u weer te zien. En hoe gaat het met de jonge dame? Ze is ongedeerd, hoop ik. Jonge dame? Ik geloof dat we allemaal in orde zijn, Raymond. Bedankt voor uw bezorgdheid. Ik ben erg blij dat te horen, professor. In dat geval zal ik u niet langer dralen en het schip gereed maken voor vertrek. Raymond, professor Sycamore keerde eerder terug dan wij. Is hij... Professor Sycamore is in de machinekamer, meneer. Oh nee, neem me niet kwalijk. Daar komt hij net aan.
Ah, professor. Prima timing. Alles is op rolletjes gelopen, hoop ik. Niet helemaal, maar met de hulp van wat dorpelingen konden we Aurora ongezien hierheen krijgen. Uitstekend. Dan is Targent vast nog naastig op zoek naar haar. Laten we deze kans met beide handen aangrijpen en ontsnappen nu het nog kan. Onze eerste bestemming is Londen, zoals we eerder besproken hebben. Londen, ja. We staan aan de vooravond van een lange reis naar onbekende landen. We moeten ons dus goed voorbereiden. Gezien de opwinding tijdens onze laatste vlucht lijkt me een grondige inspectie van het schip ook geen onverbodige luxe. Hoe het ook zijn, we kunnen de details onderweg bespreken. Raymond, haal ons hier weg. We gaan vliegen naar Londen. Want op dit kanaal is dit nu de tweede game die ik speel. Als je de... en dit is game 6, zeg maar. We hebben eerst deel 5 gespeeld. Nu spelen we deel 6. Als je de eerste paar games ook kent, dan komen we als het goed is nu ook op bekende plekken van de oudere games. Dat is op zich wel leuk. Als je een beetje fan van de serie bent. Oh, nog niet. Het archief van Scotland Yard. Hoofdinspector... Hé, daar heb je Grosky weer. Hoofdinspector... Carmichael? Carmichael. Ja, ja. Ik hoorde dat u me nodig had. Heeft de lange arm der wet weer een stel snelle benen nodig? Inspecteur Grosky, ik heb een belangrijke taak voor je. Heb je ooit gehoord van de organisatie Targent? Targent, zeg me niks, ben ik bang. Wat voeren die in een schild? Targent is een uiterst gevaarlijke paramilitaire organisatie die overal ter wereld actief is. We weten vrij veel over hun criminele activiteiten, maar hun doelen en motieven zijn vooralsnog een raadsel voor ons. Ik wil jou dringend verzoeken om meer informatie op te duiken. We hebben concreet bewijs nodig. Bewijs voor wat precies, commissaris? Targent heeft overal mollen zitten. In de regering en in het leger en zelfs, als ik me niet vergis, in de politiemacht. Wat zegt u? Een mol in de politiemacht? Het beste komt nog. Ik geloof dat een van de agenten zich hier in het gebouw bevindt. Luister, Grosky, ik kan je veiligheid niet garanderen, maar deze zaak is van het grootste belang. Kan ik op je rekenen? Moet u dat nog vragen? Ik laat dat criminele gespuis mijn geliefde Scotland Yard niet onderuit halen. Ik zal alles op alles zetten om ze te vinden. Ze zijn misschien tot in de hoogste rangen doorgedrongen, Grosky. Zorg dat je hier met geen woord over rept tegen je meerdere. Laat dat maar aan mij over, baas. En als die gehaaide gluiperd onderduikt, dan zal ik hem onmiddellijk boven water halen. Voor Scotland Yard. Veel succes, Grosky. Natuurlijk weten wij van de vorige game al wie dat is. Dat is die Inspector Bloom. Zo, de decaan heeft mijn verzoek om op expeditie te gaan goedgekeurd, professor. Oh, goedgekeurd. Professor Glaive neemt mijn collega's over. Prachtig. Terwijl u met de decaan aan het praten was, heb ik een lijst gemaakt van wat we nodig hebben. Tijd om te winkelen. Bedankt, Emmy, maar ik geloof dat we nog een aantal dingen moeten bespreken voor we gaan. Oh ja, u wilde het hebben over ons reisplan. Dus om de Asteraanse eieren te vinden, moeten we 5 locaties bezoeken die over de hele wereld zijn verspreid. Juist, hopelijk kunnen we deze relieken ons helpen om het grote mysterie van de Asteraan op te lossen. Ik kan nauwelijks geloven dat we het geheim van de oudste bekende beschaving bijna hebben opgelost. Nou en of, ik kan niet wachten om de hele wereld rond te reizen. Oh, voor ik het vergeet, ik ben de Asteraanse teksten nog eens nagegaan met onze nieuwe bevindingen in het achterhoofd en ik realiseerde me iets. Kunnen jullie de 3 grote Asteraanse ruïnes herinneren waar ik het eerder over had? U bedoelt de tuin der genezing, de stad der harmonie en de oneindige tunnel? Als ik me niet vergis. Inderdaad, ik geloof dat het activeren van die locaties een voorwaartse was voor het ontwaken van de Asteraanse boodschapper. Oké, dus we hadden die dingen nodig voordat Aurora zou komen. Dat was de eerste test van de Asteraan.
Ah, dus ze wilden dat we hun boodschappen pas konden laten ontwaken als onze beschaving ver genoeg ontwikkeld was. Ik moet zeggen dat ik zeer vereerd ben om aanwezig te zijn bij een historisch moment als dit. Maar uit uw thesis kon ik al opmaken dat... Sorry voor de onderbreking, maar in dit tempo worden natuurlijk nooit historische ontdekkingen gedaan. Waarom treffen we niet eerst onze voorbereidingen? Dan kunnen jullie de details van jullie onderzoek onderweg bespreken. Ah, natuurlijk. Goed, kan ik de inkoop aan jullie toevertrouwen? Ik ben van plan onze bestemmingen nader te onderzoeken. Geen probleem. Mijn dank, juffrouw Altava. Noemt u me alsjeblieft gewoon Emmy, professor. Oh, weet u dat zeker? Dat is nogal ongebruikelijk voor me. Ha, jullie professoren zijn ook allemaal hetzelfde. Maar ik meen het, dus hoeft u heus niet zo formeel te zijn. We zullen immers nog veel tijd met elkaar doorbrengen. Vooruit dan, Emmy. Goed, als jullie me willen excuseren, dan heb ik veel te doen. Kom naar de Bostonius als jullie klaar zijn met inkopen doen. Wat zouden we nodig hebben voor een wereldreis? Het duurt vast een stuk langer dan een kampeervakantie. Brood en kaas om boterhammen te maken. Koekjes voor als ze op expeditie gaan. Oh, en thee met gebak voor in de Bostonius. Je hebt veel dingen nodig. Natuurlijk, misschien moeten we wel door bossen trekken, bergen beklimmen en eeuwenoude ruïnes verkennen. We hebben vast van alles nodig. Als we zoveel mogelijk spullen willen inslaan, moeten we in Kensington zijn. Kensington? Oh, maar natuurlijk, je bent niet bekend met Londen. Dan lijkt het me een ideale gelegenheid om je rond te leiden. Goed dan. Oeh, meteen een puzzel. Heel ziek. Dit ding moet wel heel waardevol zijn als de professor achter glas bewaart. Ik wil het eigenlijk even aanraken. Als assistent van de professor moet ik wel even controleren of je daar de juiste kwalificaties voor hebt, hoor. Oh jee. Watersnood. Een archeoloog heeft zojuist een eeuwenoud standbeeld opgegraven. Journalisten en nieuwsgierige voorbijgangers komen een kijkje nemen op de universiteitscampus waar hij werkt. Iedereen wil graag de modder van het standbeeld spuiten en zien wat eronder zit. Er komt alleen geen water uit de slang, ook al staat de kraan open. Je moet iemand zien te vinden die je kan helpen de slang weer te laten spuiten. Maar wie? Oké, zo kunnen we het beeld draaien. Oké, de kraan die zou openstaan als het goed is. Oh, ik kan niet zo verder, dat is irritant. Die man met die professor, zeg maar, B, die staat erop als het goed is op. Ik heb heel goed nagedacht. Ik had verwacht dat het iets van een strikvraagje zou zijn, maar hij staat erop. Correct. Oké, dan namens de professor geef ik je toestemming om het artefact zo vaak aan te raken als je wilt. Doe niet zo gek, Emmy. Ik wil het dat ik het wil aanraken, wil nog niet zeggen dat ik het ook echt doe. Er zit vast een reden achter, met een reden achter glas. Ja, dat denk ik ook. Miauw, 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 miauw. Oké. Verdraaid, dat Targen-gespruis heeft zich diep ingegraven. Ik zal ze laat je zien en neem het op tegen de potige arm der wet. Stelletje lafaards. Hey, was dat inspecteur Grosky? Hij leek behoorlijke haast te hebben. Wellicht is hij druk bezig met een onderzoek. Vast wel, ja. Maar ik denk dat hij ooit iemand zal vangen zonder uw hulp, professor.
Haha, dat is niet helemaal waar, Emmy. Kom op nou, professor. U weet net zo goed dat, als ik, dat minstens de helft van Grosky's arrestaties met uw hulp zijn verricht. En dan nog... Oh, kijk. Daar is decaan Delmona. Waarom zeggen we niet even gedag voor we de stad ingaan? Goed idee. Nou, dat is Delmona. Nice. Nee maar, Herschel Layton, hoe gaat het met je voorbereidingen? Hallo decaan Delmona, goed, dank u. We waren net op weg in de stad om een aantal inkopen te doen. Oh, hoe lang ben je bezig met het opgraven van oude potten? Aha, nee hoor, ik weet heus wel dat jullie vak meer, dat het vak meer inhoudt. Veel plezier. Dank u wel. Maar voordat je gaat, wil je me vast wel even helpen met deze kleine puzzel, nietwaar? Ik heb het wel eens over mijn kleindochter gehad, toch? Ze is een echte schat, maar haar puzzels zijn verdraaid lastig. Ah, en is dat een probleem? Wel als ik ze niet kan oplossen, zoals u. Zoals nu. Oh, wat moet die kleine meid wel niet denken van haar oude pa? Opa, bedoel ik. Wellicht wilt u dan even naar de... Jezus, ik kan niet eens meer praten, jongens en meisjes. Oh, we zitten ook al veel te lang in deze aflevering. Nou, we doen deze puzzel nog en dan is de aflevering af. Bon, bon, bonnetje. Oké. Tijd voor een tractatie. Deze 5 mensen willen een specifieke combinatie van chocola in een specifieke volgorde. Aan jou de taak om voor elke persoon de juiste chocolaatjes te vinden. Elke set moet uit een rij chocolaatjes bestaan die in dezelfde volgorde liggen als je op de doosjes ziet. Oké. Kun jij de doos chocolaatjes opdelen op een manier waar iedereen blij van wordt? We gaan eens kijken. We hebben in ieder geval 1 hart, vierkant hart. Dat zou deze bijna moeten zijn. Hart, hart, vierkant. Dat is helemaal niet moeilijk. What the fuck? Oké, nou, easy peasy, limoen squeezy. Het is me goed bevallen. Dat was het. Goed werk, Herschel, bedankt. Ik ben blij dat ik u van dienst kon zijn, decaan Delmona. Jezus. Mijn kleindochter zal in haar nopjes zijn. Kan ik je verzekeren? Nou, ik wens je een aangename reis, Herschel. Maar goed, laten we de bus naar Kensington nemen. De bus? Oh ja, je hebt natuurlijk nog nooit met de bus gereisd, hè? Bussen zijn groot en rood en super handig om snel ergens te komen. Inderdaad, ik zal je even uitleggen hoe het werkt. Je kunt dus op het buspictogram klikken op de touchscreen en dan kun je weggaan. Oké, dit is niet interessant, daar komen we wel uit. Ja. Oké. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel erg weer bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. Adios, amigos.